Hallo dames en heren, vandaag ben ik weer terug met Minecraft. Geweldig natuurlijk. Ik ben in plaats van op Pick Online ben ik op Explosive Network. Pick Online is overgenomen door Explosive Network, dat de meeste mensen wel weten. Als je dit trouwens geluid beter vindt, ik heb nu een koptelefoon. ja, dit is onze base. Ik ga niet koorts laten zien. Dat vinden jullie mezelf uit. Nou, dit is onze base. Ik hoop dat het een beetje mooi is. Lekker bezig geweest. Sons of Fiction base. Ik heb mijn spawn toe. Ja. Bouwevent. We gaan allemaal leuke dingen doen. Trouwens, even om dingen klaar te, goed te zeggen dat iedereen dat weer weet. Ik ben geen helper meer. Geen moderator meer. Misschien ooit weer, ik weet niet. Trouwens, dit is een van de owners. Ik zou echt niet weten wie het precies is, maar ik kom vast wel nog te weten. De ranks. Neem ze in je op. Geweldig. Nou, er zijn nog steeds bugs. Het is een beta gebeuren. Jesse en Koen zijn de owners. Milan is de admin. En Stefan en Pietseker zijn geloof ik nu de. Ik weet het niet. Wat ze precies zijn. Helpen geloof ik. Ja, helpen of moderator. Voor de rest, een beetje kerst weer nog, maar dat is een beetje winters kerst dinges, sfeer. Dit is dus de spawn van de factions. Nou, in ieder geval mijn, mijn koekjes hoofd is weg. Nou, kijk, de server staat op hard, dus dit soort beesten spawnen. Ik ga proberen om te doden. Oeh. Ook van. Of iemand is dood gegaan, of ik heb geluk. En zo. Spawn. Dan hebben we hier een tweede portal. Deze portal is van Survival. Waar ik niet zo vaak te vinden ben. Dus de eerste keer dat ik toevallig join. Is mijn, trouwens mijn witte skin. Zelfgemaakt. Ja, er is een bug. Ik weet niet wat het precies is. Maar paarden raken soms in invisibility. En dan worden ze dat. Ja. Ja, hallo allemaal. Oké. Voor de rest. Ik zal even. Oh nee. Er komt ook weer een Dark Oak server. Dark Oak server komt er ook. Is gewoon voor. Er komt een whitelist op. Dus ik weet niet of dat iedereen van jullie kan joinen. Als je nou denkt van ik moet en ik zal erop, vraag het dan naar mij. Dan gaan we kijken wat we kunnen doen. Maar in principe is het niet voor een gewone speler. Het is gewoon voor de Dark Oak mensen. Aangezien in deze server dat niet meer gaat gebeuren. Ik en Stefan proberen het een beetje bij elkaar te houden denk ik. Het is niet de vervanging voor Explosive Network. Hij staat vaak uit waarschijnlijk. Het is een gratis server dus ja. Verwacht er niet te veel van. Ben waarschijnlijk het meeste nog te vinden hier. Het IP van Explosive Network zal beneden in de beschrijving staan. Voor de Dark Oaks IP moet je echt even met, via Skype. Skype Ruben Edits. Ruben spatie Edits. En dan kan ik bespreken met je of dat we dat gaan doen. Dit is de spawn van de dinges. Volgens de video die ik heb gezien is er nog geen shops hier, dus dat schijnt allemaal toch te komen. Ja, ik wens je veel succes, de admins, met deze server. Ik hoop dat het wat wordt. Oh. Het ziet in ieder geval veelbelovend uit. En misschien een goede vervanging voor Pik. Laat ook even wat je denkt van hoe het is overgenomen en of dat de bugs zijn of iets wat gefixt moet worden.
Laat het in de comments achter. Dan kan ik het doorgeven aan de mods en moderators. Nog één ding. Stefan gaat nog een video maken over Pick Online, de hoogtepunt een beetje. Ik weet niet hoe hij het precies heeft gedaan, maar ik raad hem aan om hem te kijken. Hij is nu nog niet online, maar hij komt eraan. Dus ik hoop dat het een leuke video is. En dan zie ik jullie later. Konijntjes, niemand wil jullie. Haha, haha. Niks tegen konijnen. Oké, doeg!